Michiel Kramer is een veelgevraagde man. We zijn blij dat we hem nu hier voor onze microfoon hebben. Michiel, daar was hij weer, hè? Ja, iets later dan de vorige keer, maar misschien des te lekkerder juist. Ja, we kunnen het wel over de hele wedstrijd hebben, maar het komt eigenlijk aan op die laatste paar seconden. Want die 2-2 valt, spelers vallen teleurgesteld op het veld, van ongeloof gewoon. Ja, dacht jij ook, hè? Ja, ik dacht echt, godverdomme, gaan we weer, hè. Ik moet zeggen dat we, denk ik 60, 70 minuten goed gespeeld hebben. En, ja, na die 2-1 zijn we het eventjes kwijt en is de organisatie een beetje kwijt. En, ja, daarna, na die 2-2 dacht ik van ongelooflijk, hè, dat we deze weer om ons oren krijgen. Terwijl, en hun speelden ook helemaal niet goed en hun creëert ook geen kans. Alleen we maken fouten en daar scoorden hun gewoon uit. En, ja, dat is gewoon zuur. En, als die dingetjes eruit zijn, dan voetbal je ook wat makkelijker en dan kan je die wedstrijd gewoon uitspelen. Ja, maar met een 2-0 overwinning moet je, of 2-0 voorsprong moet je het eigenlijk al uitspelen, denk ik. Nou ja, wat ik net zeg, als je 2-0 voor staat, dan kan je die wedstrijd eigenlijk gewoon uitspelen. Alleen ja, door wat foutjes wordt het gelijk afgestraft. En, toch had er maar één ploeg recht om te winnen. Dat waren jullie. Dan wordt het in de 91ste minuut 2-2. Geloof jij er dan nog in? Ja, je zou nou wel ja zeggen natuurlijk. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dacht dat het 2-2 zou blijven. Kijk, als hun in de 91ste minuut 2-2 maken, dan denk je natuurlijk niet meer dat je die 3-2 gaat maken. Alleen, hij viel voor mijn voet en ik kom uit te draaien in de vele hoek schieten dus. Ja, het is een bal hoog richting Aalberg. Die kan er niet bij, maar zijn tegenstander ook niet. De hoek is moeilijk. Wij zien in de herhaling dat jij weet perfect waar je staat. Je hebt ook geen tijd meer, maar je kijkt ook niet eens waar het doel is of waar de keeper is. Is dat dan gewoon op intuïtie? Nou ja, sowieso. Je ziet wel dat de bal een beetje voorlangs is, dat hij een beetje naar de hoekvlag toe loopt. Dus je weet dat de hoek sowieso moeilijker wordt. Dus dan is de enige mogelijkheid is de verre hoek. En ja, dan raak ik hem ook nog goed met links. En dan gaat het fantastisch in de verre hoek, ja. Ik weet niet waarom die trainer het steeds over Feyenoord heeft, maar kan je niet gewoon ook blijven 5 jaar hier of zo? Want ik vind het wel lekker zo met al die doelpunten van je. Ja, ik zit hier nu goed en tot nu toe gaat het lekker. 3 weken geleden ging het wat minder en nu gaat het weer goed. Dus. Is de voetballerij misschien ook, hè? Ja, helaas wel, ja. Heeft Ado al gesproken met jou over contractverlenging? Ik wil me zo voorstellen, met een contract wat in de zomer van 2016 afloopt, dat ze misschien die intenties wel hebben en eens een keer moeten gaan praten met jou. Nee, ik heb nog niks begrepen. En, dus ja, misschien zit er ook geen haast achter, ja, ik weet het ook niet. Maar je speelt, je scoort, ADO wint, kortom, wij moesten eventjes terugdenken aan die geweldige reeks van vorig seizoen, toen Fraser kwam als trainer. Nou ja, wat ik net zeg, volgens mij zijn we nu al 4 wedstrijden ongeslagen, dacht ik. En, ja, 10 punten erin. Ja, niet tegen de minste tegenstanders natuurlijk, Twente en nu Zwolle en tegen de concurrent NAC win je ook. Dat betekent dat het goed gaat en dat we de goede reeks voort kunnen zetten. En, ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling, dat we ons rechtstreeks handhaven en dat we gewoon uit die gevarenzone komen. Iedereen tevreden en je hebt je shirt nog aan, dus de directie ook tevreden? Ja, ja, dat kost me ook geen 500 euro, dus dat is allemaal goed. Niet de neiging gehad om hem toch weg te gooien? Nee. En wat dan ook misschien typisch Michiel Kramer is, maar we zien je van het veld afkomen en wat schouw je nou mee met je? Je bent de man of the match, man. Sorry? Wat schouw je nou mee met je? Je loopt een hele ijsbak. Ja, maar de verzorger die kan toch niet alles sjouwen? Ik was de laatste, dus ik kan je net zo goed gewoon meenemen. Michiel Kramer te voeten uit. Dankjewel, vriend.